Hier! Vis vrijen, vis! Ja, lekker bro. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe serie. Wij gaan een nieuwe serie opnemen, namelijk Flipping Side. Dus daar je flips binnen opnemen, kijk hier achter hier ook al parcours. We hebben vandaag niet zoveel, maar van de winter komen er echt vette dingen aan. Dus... ja, we hebben al wat leuke ideeën bedacht, zoals de december specials, maar dat zien jullie later wel. Ja. Dus we gaan nu beginnen met het parcours. Let's go. We gaan nu even eerst een beetje opwarmen, want we zijn nog even niet opwarmen. Dus gaan we even simpele dingen doen. Zo. Zo zetten we de twee kisten op elkaar. Daar hebben we ook nog een kist staan. Daar staat die mooi. Toch? Ja. En dan gaan we nu die kick to the moon doen. Ja, zo. Ja. Oh, dat is echt mooi. Ja, en wat kan ik eigenlijk zeggen? Dat we gewoon gelijk gaan beginnen. Let's go. Oké, okay, ik ga eerst even kijken op 1.4 bob. En dan ga ik kijken op 2 dubbelkom. Want die heb ik afgelopen vrijdag wel een beetje ondergeleerd en nu ook. Dus. Zeker. Dus let's go, dan ga ik eerst even kijken waar ik kom. Oh shit, gaat ie. Oké, dat was een beetje diep, maar ik ben van. Wat deed je? Oké, we gaan nu de twee kisten opzetten, denk ik. Of 3 kisten. Nee, eerst even 2 kisten en 2 kisten. Gaan we een beetje tricks doen, denk ik. Ja, dat is wel logisch. Nu gaan we weer naar de backflips en zo. Misschien ook al nog een paar komst, of niet? Zeker. Jazeker. En dus laten we dat nu even doen. Yo, we hebben nu een parcours gemaakt. We hebben hier een paar pallets zoals je ziet. En daar even 2 kisten op en daar 1 kist. En daar nog 2 matrassen. Gaan we even keer opwarmen. En dan straks gaan we echt bij 2 kisten. En dan gaan we denken, ja, wat gaan we uitdoen? Ja, dat zien we wel. Ja, gewoon parcours. En ik ga denk wel back toe en hun bouwen die kick to the moon van af doen. Dus. We gaan even aan 3 hebben. Parcours. Ja, dus let's go! We hebben een beetje alles verplaatst, daar doen we even nu even niks mee. Daar gaan we even zo weer dingen mee doen. Nu gaan we even hier flips van 2 kisten ook doen. En ik denk dat ik er nu even een edit van maak, dus zie je in 3, 2, 1, go. Kom, erop, rennen, dan dalen, klimmen en dan backflip maar. Go. Daar vanaf doen? Het is zeker ook. Ik weet het, het is super eng, man. Je redt hem, man. Je redt hem. Gewoon, als je hem inzet, moet je hem ook doen, want dan tik je er echt keihard. Oké. Hier! Vis vrijen, vis vrijen! Lekker, bro. Lekker. Bitches. Fuck jullie. Gaat-ie? Ja, ja. Gaat-ie, maar je deed hem wel. Nee,
Lekker vriend. Gas, dit is jouw trick. Dit is jouw trick, ik zweer het. Jij hebt het zo easy. Oké, top. Wil je weten hoe ik dribbel, hoor? Ja, klopt. Een adrenalina kick heet dat. Zie dit. De kick is to get over your fair. Ik ga denk even nu walfuck. Ik kan wel even. Voor het eerst, ik heb hem wel bij Game XL gedaan. Nu ga ik hem hier doen. En als ik hem hier doe, ben ik echt super blij. Dus net als hun nu. Dan hebben we ook al deze trick gedaan. Dus dat is top. Ja. Ja, laten we zo ook dit doen. Oké, ik ga nu walfuck doen. En dan ben ik een beetje bang. Maar ik ga hem doen. Ja, en als ik hem doe, ben ik best blij. Ja. Je moet niet te hard trappen. Ja, ja, sowieso. Ik ga hem even in de bun doen, dan ga ik het. Wacht, ik heb wel iets leuks voor jullie. Ik ga hier op springen. En dan ga ik daar toe, al zo smooth mogelijk. Dan ga ik hier vanaf. En dan loop ik zo. En dan doe ik hem op. Nice. Oh, je komt naar voren of zo? Ja. Ja, lekker bro. Ik ga nu die ene flip doen, zero, dat je één voet zo zet en dan... Ja, eigenlijk een soort van wallflip. Eigenlijk. Maar dan dat je hem aan de bovenkant zet en dan door naar backflip. Ja, dat is een wallflip eigenlijk. Dat is wel logisch, dus ik ga het nu doen. Let's go. Oké. Oeh. Dik. Zie je. Ah, lekker clean. Nu gaan we ook naar één matras doen. Als je hem doet, dat is wel goed hoor. Je moet één matras met 16 kussens. Conclusies van u. Ja. 8 kussens. Oh, 8. Oké, kan. Doe dan maar. Yay! Lekker. Je zet hem wel in. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En wat vinden jullie van deze serie Flipping Inside, waar we hier allemaal flips inside doen? Daarom heet het ook niet voor niks Flipping Inside. Laat dan even weten hier in de reacties wat jullie van deze serie vinden. Ja, en dan zien we jullie bij de volgende video. We'll be right back.